Hallo Deen, en vandaag spreken we met Marco Schuitenmaker. Welkom. Dankjewel. Hoe oud was je toen je begon met het maken van muziek en wat heeft je geïnspireerd om zanger te worden? Nou, ik was eigenlijk ik was 17 toen ik mijn eerste single uitbracht en ik ben eigenlijk al van kleins af aan bezig. En ik vond het altijd geweldig om op podium te staan. Ik deed al mee met talentenjacht toen ik op school zat, maar vanaf mijn 16e trad ik echt op, dus nu 9 jaar. Welk nummer van jezelf raakt je het meest persoonlijk en waarom? Nou, ik heb de nieuwste single die ik heb uitgebracht, dat was eentje samen met Donnie. En als zij begrijpt het, een ballad. Ik heb nog nooit een ballad gemaakt en Donnie ook niet. En dat vonden wij wel heel bijzonder, want het gaat over dat je veel van huis bent. En dat je iemand thuis achter je hebt staan die jou begrijpt. En vandaar dat liedje Zij begrijpt het heet. Je hebt veel live optredens gedaan. Wat is voor jou het meest memorabele optreden tot nu toe? Waarom? Wat ik heel erg bijzonder vond is om bij de toppers te staan in de Amsterdam Arena voor 70.000 mensen. 3 avonden achter elkaar. Dat vond ik heel bijzonder. Maar waar ik nou het meest naar uitkijk is mijn concert 9 november in het Gelderdome. Je hebt al 2 nummers die in de top 40 stonden en Engelbewaarder stond zelfs in de top 2000 op plek 243. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt heel erg speciaal. Zeker als jij zowat bijna je hele leven bezig bent met optredens doen en met muziek maken. En je verwacht natuurlijk nooit dat het zo'n groot succes wordt. En als dat gebeurt, ja, dan voelt het echt alsof er een jongensdroom uitkomt. 9 november sta je voor het eerst in de Gelderdome. Is dit een droom die uitkomt? En zijn er nog kaarten beschikbaar? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Als artiest dan droom je om ooit een keer een eigen show te kunnen geven. En dan, als je dan zo'n groot concert mag doen, dat is een heel bijzonder gevoel. En we zijn bijna uitverkocht. Nog 6.000 tickets beschikbaar van de 30. Dus we zijn een heel eind op weg. Wat kunnen we in de toekomst verwachten? Komen er nieuwe singles of albums aan? Ja, we zijn nu druk bezig. We zitten heel veel in de studio. En voor het concert in het Gelderdome komt er nog een album. Dus daar zijn we nu heel druk mee bezig. Heb je genoten van het optreden? Was Dronten een goed publiek? Ja, Dronten was een fantastisch publiek. Het was heel mooi, want het podium stond in het midden. Helemaal rondom mensen. En als je dan ziet van voor naar achter, iedereen de hand in de lucht. En dat mensen met elkaar zo'n groot feest kunnen hebben. Ja, dat is voor mij alleen maar kippenvel om daar deel van uit te mogen maken. Dankjewel voor het interview en dan zou ik zeggen tot ziens in de ronde. Dankjewel.